Afgelopen woensdag zijn de nationale voorleesdagen begonnen. En die duren ongeveer zo'n 10 dagen. En woensdag hebben we de aftrap gedaan met Anton kan toveren. Ik mocht zelf voorlezen in de Zevensprong in Stratum. En dit is Anton. Anton heeft een tulband. En met die tulband denkt hij dat hij kan toveren wanneer hij zijn ogen eronder verstopt. In het boekje Anton, hier zien we Anton terug, loopt Anton tegen een affiche aan. En dat affiche is van Zorka, de grootste tovenaar van de wereld. En die heeft een tulband. En omdat Anton ook een tulband heeft, denkt hij, hey, dat kan ik ook. Dus daar komt Anton. Anton heeft een toverhoed, een echte. Nu wil Anton toveren. Hij wil iets wegtoveren, de boom. Anton kijkt goed naar de boom. Dan tovert hij jou. Dan tovert Anton. Gek, de boom is er nog. Misschien is de bloem te groot. Daar is een vogel. Die is kleiner. Anton tovert. De vogel is weg. Anton kan toveren. Daar komt Lucas. Ik kan toveren, roept Anton. Kan je echt niet, zegt Lucas. Kan ik echt wel, zegt Anton. Kan je echt niet, zegt Lucas. Ik tover jou weg, zegt Anton. Anton tovert. Lucas is weg. Anton heeft Lucas weggetoverd. Maar Lucas mag niet weg zijn. Anton wil Lucas terugtoveren. Maar dat is Lucas niet. Of toch? Ben jij het, Lucas? Lucas mag niet wegvliegen. Daar komen de wensjes en Lucas. Laura's vogel is weg. Nina helpt zoeken. Lucas ook. Ik tover de vogel weer terug, zegt Anton. Ja, ja, zegt Lucas. Anton tovert. Daar is de vogel weer. Anton kan toveren.